Robert Maaskant, jouw hart ligt bij deze club. Hoe pijnlijk is dit voor jou? Enorm. Ja, hoe bleef je dat? Ja. Dat roept veel emotie op. Ja. Dat doet zeer. Hoe heeft het zover kunnen komen, denk je, in die na-competitie? Ja, dat vind ik nog te vroeg om over te antwoorden. Ik denk dat we vandaag een wedstrijd spelen die je gewoon kan winnen. Misschien wel moet winnen. En we kunnen er een lang of kort verhaal over maken. Iedereen zal ze gelijk willen halen nu. Van maar als dit en als dat. Ik denk dat het te vroeg is om vinger te wijzen. Om schuldig aan te wijzen. Uiteindelijk verlies je een wedstrijd die je niet had hoeven verliezen. Die je gelijk kan spelen ook, denk ik. Dan ben je wel klaar. Maar we zijn dan blijkbaar niet goed genoeg geweest. Degradatie, ja, dat betekent nogal wat voor een club, hè? Wat betekent het voor NAC, denk je? Nou, dit heeft enorme consequenties voor de organisatie. Er zullen gedwongen ontslagen vallen. Er zullen mensen weg moeten. Jongens die we graag hadden willen houden, zullen nu niet kunnen blijven. Het zal een totaal ander plaatje worden. We zullen heel veel dingen moeten gaan schrappen. Daar zijn we wel op voorbereid, maar dat is een enorme knauw. In het hele verhaal. En ja, het zijn zo. Je hebt het over gebeurd. Blijf jij wel binnenboord? Ik vind dat ik verantwoordelijk ben. En dat ik vanuit die functie zal ik mijn ontslag aanbieden aan het bestuur. En dan zullen we kijken hoe dat gaat lopen. Ik zal in ieder geval de komende periode gewoon staan voor NAC. En zorgen dat er een goed elftal staat en een organisatie staat waar NAC mee verder kan.